Hoe krijg ik meer volgers op Instagram? Dat is een vraag die ik heel vaak krijg van volgers en lezers en die jullie volgens mij ook hebben. Dus ik dacht, tijd om eens een video te maken over het fine-tunen van je Instagram-account. En daar hebben we het natuurlijk al wel eens over gehad. Maar vandaag wil ik jullie meer inzicht geven in mijn geheime Insta-stories-tips. Omdat ik dat het leukste vind aan Instagram tegenwoordig. En omdat het een hele toffe, nieuwe, interessante tool is en manier is om je volgers op Instagram te laten groeien. En ook de betrokkenheid van je volgers veel groter te maken. En er zijn zoveel leuke dingen waar ik altijd vragen over krijg. Dus ik bespreek ze nu stap voor stap om jouw Insta-game even naar het next level te tillen. Het leuke aan Insta-stories is ook wel dat het echt een verdieping geeft aan je Instagram-account. Dus mensen zien natuurlijk die mooie gepolijste plaatjes op je Instagram. Maar in stories kun je een veel persoonlijkere kant van jezelf laten zien. Bijvoorbeeld door live te gaan, door mini-video's te uploaden. En natuurlijk ook doordat het veel constanter is. Het gaat de hele dag door. Het blijft maar 24 uur staan. Dus het hoeft ook minder perfect te zijn. Ik ben echt een freak wat dit betreft. Dus misschien denk je echt zonde van tijd. Ik wil daar helemaal niet zo mee bezig zijn. Maar ik vind het fantastisch. Dan moet ik ook wel zeggen dat ik nog een paar dingen op stories aan te maken heb. Want ik wil dus heel graag zien wie er zit te creepen. Ik wil gewoon zien wie er screenshots maakt van mijn posts. En dat kan gewoon niet. Maar ik weet zeker dat het gebeurt. En ik wil ook kunnen zoeken in de mensen die je post hebben gekeken. Want ja, daar moet ik toch ook altijd best wel om lachen. Dat je gewoon ziet wie je aan het stalken is. Andersom ben ik ook soms op mensen hun account zo vaak aan het kijken dat ik denk, oh my god, wat denken deze mensen van mij? En dan probeer ik het even niet te doen. Maar goed, we komen ter zake. Dit zijn mijn ultieme top secret Insta Stories tips om jouw account te laten groeien. Ik raad je aan om even je mobiel erbij te pakken, want je leert toch altijd het beste door iets zelf te doen. Dus pak hem in je hand. En mijn eerste tip is hoe je een scherm helemaal in één kleur krijgt zonder dat je als een eindeloze gek dit zit te doen. Het is heel simpel. Je maakt een foto, maakt niet uit van wat, maar gewoon random zijn. Dan kies je de kleur die je wilt en je zet je vinger op het scherm. En dat hou je dan 1, 2 seconden ingedrukt en dan zie je dat het scherm vanzelf helemaal die kleur wordt. Een stuk sneller en een stuk strakker dan als je het zelf helemaal aan het inkleuren bent. De tweede tip is dat je natuurlijk dat kleurenpalet hebt van Insta Stories, maar dat je ook zelf alle denkbare kleuren, ook pastels bijvoorbeeld, kunt maken. Ik verbaas me altijd dat mensen dit niet weten, maar ik hoor het toch heel erg vaak. Dus bij deze doe je voordeel mee. Je kunt gewoon allerlei leuke kleurtjes zelf maken, zoals lila, mintgroen, peach. Ik hou er echt heel erg van, want het past gewoon bij mijn stijl en bij wat ik tof vind. En op een gegeven moment ben ik die vaste kleuren ook een beetje zat. Dus hier kun je eindeloos mee variëren. En het is ook heel erg leuk om bijvoorbeeld verschillende letters, stel je hebt het woord hello, om dan elke letter in een andere variant, een andere kleurtint van één kleur te kiezen. Stel je doet een post over herfstmode, dat je dan in verschillende herfsttinten een woord kunt schrijven. Het is zo leuk om hier kleine kunstwerkjes van te maken als een soort Insta Picasso. Tip 3 is iets wat ik noem schaduwletters en dat is sowieso niet een echt begrip. Maar dit is eigenlijk heel makkelijk en ik dacht dat het een soort teksteffect was. Maar wat ik zelf wel eens doe en wat je ongetwijfeld ook bij anderen hebt gezien, is een letter in een kleur of in het zwart met een soort witte schaduw erachter. Of je kunt hier ook heel leuk in kleur mee spelen. En dat is dus niet iets wat in Insta Stories zelf zit. Maar wat ik dan doe is een tekst schrijven of een woord schrijven. En die kopieer ik dan nog een keer in het wit bijvoorbeeld. En die maak ik dan precies even groot als de andere door hem erop te leggen. Dan zie ik precies of het klopt en of de hoek gelijk is. En dan schuif ik één van de twee gewoon een beetje naar rechts of een beetje naar links. Waardoor ze elkaar overlappen en je zo'n hele toffe dubbele rand creëert. En als je echt durft, ja zeker. Dan kun je ook zelfs met 3 verschillende kleuren dit doen. Bijvoorbeeld met lila, roze en wit. Het geeft een heel soort tof retro driedimensionaal effect. Mocht je het nou vooral leuk vinden om op stories dingen te filmen, dus een soort visueel dagboek of bijna een soort mini vlog bij te houden op stories, dan is het heel leuk om met verschillende filters te spelen. Ik ben nog niet achter wat iedereen gebruikt, maar ik heb wel één app ontfutseld bij mensen en dat is de 8mm app, dus 8mm. En die heeft allerlei retro film effecten, dus meer een 70s effect met veel geel, maar ook een soort, ja, film noir heet dat volgens mij, wat een beetje dat zwart-wit effect bijna heeft. Er zit echt van alles in, met rood en geel en blauw als ondertoon, dus daar kun je zeker iets vinden wat je mooi vindt. Die kun je gebruiken en dan kun je dat filmpje gewoon opslaan en in stories posten. En dat geeft zeker ook als je op reis bent echt een hele leuke, mysterieuze vibe.
Tip 5 is een best wel voor de hand liggende, namelijk schiet je foto's en video's altijd in de camera van je mobiel zelf. Want als je dingen in stories filmt, heeft dat twee nadelen. Als eerste kun je maar één keer iets fotograferen of filmen en dan moet je het opslaan of posten of wegdoen. Maar je kan niet zo snel verschillende dingen vastleggen zoals je bij een camera wel kan. Dus de kans is groot dat je net het moment mist. En het wordt minder scherp. In stories is de beeldkwaliteit toch een stuk minder, dus het is beter om het gewoon mooi te fotograferen op de camera van je mobiel en dan te uploaden. Een andere Insta-tip die ik heb is om verschil te maken in wat je op je feed, je Instagram-feed plaatst en wat je in stories plaatst. Want het is natuurlijk wel leuk als je je volgers net even wat extra's geeft op stories. Dus stel je hebt een nieuwe outfit geplaatst, bijvoorbeeld, wat ik natuurlijk vaak doe. Dan zorg ik ervoor dat ik in stories andere details bijvoorbeeld van die outfit plaats of andere foto's. Zodat je echt met een ander gevoel naar hetzelfde beeld kijkt. Of het is bijvoorbeeld leuk om wat meer achtergrond over die look te geven of te vertellen waar alles van is en waar mensen het kunnen kopen. Dus je kunt een beetje verdieping en een iets meer achter de schermen gevoel geven. Maar zorg dus wel altijd dat je foto op Instagram en het beeld in stories anders is om het boeiend te houden. Ja, dan nog even een tip waar ik persoonlijk echt mega fan van ben en waar ik zelf pas onlangs achter kwam. Wat je dus kunt doen is letters in een bepaalde print maken. Hoe dit werkt is misschien wat anders dan je zou denken, namelijk het begint bij de print. Dus je kiest een plaatje van Pinterest of iets wat je ooit zelf hebt gefotografeerd of gemaakt. En dat gebruik je als basis, dus dat upload je in stories. En vervolgens ga je er met hetzelfde effect dat we al deden, een kleur overheen. Dus je zet een stip en je houdt even die kleur vast. Maar wat je dan kunt doen is de gum als een soort penseel gebruiken. En dus eigenlijk schrijven met die gum, waardoor je het bovenste kleurtje uitwist en die print weer zichtbaar wordt. Dus zo kun je bijvoorbeeld een hele toffe tropische print maken. Of ik had laatst in Parijs bijvoorbeeld iets leuks gemaakt met Parijs als achtergrond en daar dan letters overheen gezet. Dus je kunt daar ook echt zulke toffe dingen mee doen. En wat ik ook laatst ontdekte is dat je dus op die manier regenboogletters kan maken. Nou, hou op hoor, ik vond het zo fantastisch. Ik dacht, dit verrijkt echt mijn dagelijks leven. Dus ik vond dat jullie dat ook moesten weten. En dit waren ze, mijn top tips om je Instagram account te fine-tunen en te verbeteren en te laten groeien. Ik hoop dat je het leuk vond, dat je ook iets hebt gehad aan deze tips. En ik weet bijna zeker dat er vast iets tussen zat wat je nog niet wist. Vind je het nou leuk om meer van dit soort video's te zien of meer te weten over hoe je je volgers kunt laten groeien? Stel me dan even je vragen in de comments, want ik lees alle comments en ik haal er altijd hele leuke inspiratie uit voor video's, dus ik heb daar heel veel aan. Ik ben ook benieuwd wat jullie zelf doen in stories, wat ik misschien nog niet weet. En als je het leuk vindt, vergeet dan natuurlijk niet je te abonneren op mijn kanaal. Daar zou ik heel gelukkig van worden. Dankjewel voor het kijken en tot in de volgende. Doei!